goed cv is duidelijk. Is niet te lang. Door een kleurtje te kiezen wat bij je past en foto erbij. En daarnaast ook essentiële punten neerzet wat je bij vorige werkgever geleerd hebt, wat ze bij de nieuwe werkgever verwachten. Projectjes zeggen vaak niks. Het gaat erom meer wat je gedaan hebt voor die project. Niet alleen maar wat je gedaan hebt, maar ook wat je bereikt hebt. En dan moet denk ik wel je persoonlijkheid moet eruit naar voren komen. Toegesneden op de functie waarvoor je solliciteert. Voor ons springt de cv eruit als het overzichtelijk is opgemaakt, als wij in één oogopslag goed kunnen zien wat iemands ervaring en achtergrond is. Persoonsgegevens, vervolgens de meest recente werkervaring in een heldere, mooie, korte en bondige layout. Een goed cv heeft in de basis alle zaken die ervoor zorgen dat je iemand snel kan bereiken. Dus zorg ervoor dat je telefoonnummer heel snel vindbaar is, je e-mailadres om even snel een contact uit te wisselen en dat je in één oogopslag kan zien waar je hebt gestudeerd, welke opleiding je hebt gedaan en wat je laatste werkervaring is. Als je die zaken in ieder geval op de eerste paren hebt zitten, dan heb je een goed en duidelijk cv. Inhoud is uiteraard wel het belangrijkste, maar graag in combinatie met een mooie, heldere layout. Ik vind het persoonlijk wel leuk als iemand iets vertelt over bijvoorbeeld hobby's of interesses, maar het blijft wel een presentatie van je professionele achtergrond. Natuurlijk, HR-professionals die willen duidelijkheid, die willen duidelijk zien waar je te bereiken bent en die willen een overzichtelijk cv. Ik geloof niet in standaardregeltjes van zo moet een cv eruit zien. Volgens mij moet een cv weerspiegeling zijn van wie jij bent. Ja, het belangrijkste ding wat ik eigenlijk ook in onze boeken heb geschreven daarover is dat je zelf blij moet worden als je je cv ziet. Want dan is het waarschijnlijk de beste weergave van wie jij bent of van waar jij voor staat. Wat misschien ook wel aardig is om bij stil te staan is dat er allerlei ongeschreven regels over cv's bestaan die boven de markt hangen en niemand weet waar ze vandaan komen en niemand weet ook of ze waar zijn. En ze zijn ook vaak heel tegenstrijdig. Dus de ene persoon zegt je moet absoluut geen foto op je cv doen. De andere zegt je moet absoluut wel een foto juist op je cv doen. Hoe dat in mijn beleving het beste werkt is als een cv niet al te veel communiceert. Maar een klein aantal persoonseigenschappen van iemand weerspiegelt en dat doet op een heel aantal verschillende manieren. Dus stel je voor, je vindt jezelf een ontzettend goed leidinggevend persoon. Dan vind ik je cv goed als ik dat op heel veel verschillende manieren in je cv zie weerspiegelen. Daar moet je op dezelfde manier mee omgaan als met de rest van je cv. Doe het op een manier die bij jou past. Ga niet heel erg twitteren omdat je denkt dat dat een goede indruk maakt als je het zelf eigenlijk helemaal niks vindt. Laat niet je hele persoonlijke leven weg van Facebook omdat je bang bent dat niet gezien mag worden. Doe het op een manier die bij jou past. Ik ben niet zo bang dat een werkgever bij jou ontdekt dat je een sociaal leven hebt, want dat heeft hij waarschijnlijk zelf ook. Nou, wat je natuurlijk nooit moet doen, maar wat iedereen wel doet, is dat je te veel aandacht besteedt op je cv aan dingen waar je eigenlijk niks meer mee wil. Dus iedereen heeft in zijn eerdere werkervaring of in zijn studietijd dingen gedaan waar hij nu eigenlijk niet zo'n interesse meer in heeft. Nou, om te voorkomen dat mensen in je sollicitatiegesprek uitgebreid daarop ingaan, kun je die dingen beter gewoon minimaliseren of laat ze gewoon helemaal weg. Zorg dat je zelf blij wordt van je cv. Dat is de beste graadmeter. Besteed op je cv niet te veel aandacht aan dingen waar je eigenlijk in de toekomst niet zo heel veel meer mee wil. Als je een cv maakt, begin dan met zelfonderzoek. Begin dan met te bedenken waar jij voor wil staan, wat jij wil uitdragen. Pas als je dat weet, kun je daaromheen je hele cv gaan maken. Vorm en inhoud moeten met elkaar samenwerken. Natuurlijk moet het cv duidelijk zijn, goed gelayout zijn, geen fouten bevatten, duidelijke informatie verstrekken waar je te bereiken bent. Maar in de inhoud moet je heel erg duidelijk focussen op waar jij voor staat, wat jou uniek maakt, waar men jou voor moet hebben. Vorm en inhoud moeten daarin samenwerken. Hou het kort. Dus ga nou niet... Nou, hou het kort.